want we gaan je rondvragen voor het volgende programma onderdeel nummer 1, de 50 meter rugslag heren. Met op baan 1, ASV Linz Oostenrijk, Bernard Reitshammer. Op baan 2, Iron Aquatics from Hungary, Bence Skutsik. Op baan 3 van Aquarijn, de kampioen van vorig jaar, Jesse Putz. Op baan 4, Team Germany, Marek Ulrich. Op baan 5, Team Germany, Christian Diener. Op baan 6, de Potsdamer Schwimmverein, Karl-Louis Schwarz. Op baan 7, namens de stadgemeenschap Albion Delft, Enscher Kottering. En op baan 8 voor DWK Barneveld, Luc Nijland. Zo zijn we begonnen aan deze eerste finale, heren, 50 meter rugslag, Jesse Putz, dus vanmorgen de, niet de snelste 25-41, maar hij zei het was veel sneller dan ik verwacht had. En we kijken hier de heren zij aan zij in de oranje lijnen, de Duitsers Ulrich en Diener, zij gaan hier onder de leiding op de muur af. Wie tikt er als eerste aan? In baan 4 is het Mark Ulrich in 24-90. Een hele mooie tijd voor hem, 30 honderdste van de seconde van zijn persoonlijke record af. De tweede plaats hier Christian Diener, 25-23. En Jeroen zei het al, Jesse Putz, derde, 25-58. En zo is dit de officiële uitslag, de winnaar van de Slim Cup 2017 bij de heren 50 meter rugslag. Uw applaus, dames en heren, Marek Ulrich! Door de brand marketeer van Arena, Angelique Brero, die daar klaar staat voor het persstoel. Meneer Greg Steiger, die nog de envelop uitreikt. Marek Ulrich wordt opgevangen door de organisatie en naar het bord gebracht waar de heer Steiger gereed staat om de envelop uit te reiken. De envelop voor de winnaar van de Swim Cup. We zien daar nu een dame staan. Waarvan ik niet helemaal de naam weet, misschien had ik het net juist. Maar in ieder geval, de winnaar, dames en heren, geef nog even uw applaus. Marek Ulrich! Volgende programma onderdeel is programma nummer 2, next event is event number 2, the women 50 meters backstroke.